Iemand zien die relief is, is nooit tevoren. Welcome to another episode of A Walk with Mel. People, today we are in conversation with Charles, aka 9 Ether, aka Bliksem Straal. He's in the gebouw, he's geland. I was over it and I was excited to be show today. It's honestly, we drink a little coffee and a donut. And so on, you know what it is. Welcome to the show, man. It's a really good honor for you today. Sister Mel. Wow. So lekker zijn donut en zo lekker zijn show. Die is een lekker show en ik is baie dankbaar om paard van die show te wees. Baie dankie man. Dat, ik het gezien, mensen wat ze interviewen en voor mij. Het was interesting om die mannen zijn stories te horen van de baie van hulle dansers ook en zo. Maar ja, hier was vandaag. Ja, nee, zoals vandaag. En ik heb veel obviously in die dans zien gemiet. Het altijd zo lekker flavor, lekker energy als ze dans. Maar altijd, ik weet niet hoe ze het recht krijgen nie. Maar wat zal ze zeggen, want ze bedoel, ze doen music. Ze b-boy. Wat het eerste voor jou gebeurt? Ik zal zeggen die b-boying het eerste. Die music is altijd die eerste ding, want music drijft mij naar die dans toe. Mensen gemiet while dancing. En dan finally besluit, nou ja, ik maak die muziek wat op ons dans. Maar ik heb nog niet aangekomen om b-boy muziek te maken. So, watch out for that. En dan zeg me, wie was jouw inspiration als het komt bij Breaking? Jouw eerste keer dat je Breaking gezien hebt, wat dit voor jou laat zeggen? Nou, ik wil dit doen, man. Ik zal zeggen, b-boy Tolly van die Zulu Nation. Kijk en Stellenbosch. Kloot is wel. Represent, respect b-boy Tolly. Ik weet niet waar zijn nou niet, ze kunnen tronken of iets. Maar daar is maar hoe die liever gaan. Het is, ja. Het is. Maar hij was mij uit. Zij oma het ook aan mij gebleven. Oké. Okay. Zo, so, Anna was al kom visit. Ze weet dan, een summer, dan het jylle talk up. Next summer, kom maar die katties. Ik weet die season af. Ja, die een season zit sommer op je kop dan. Huh? Hulle bring die ding van Stellenbosch af voor mij. Like, dat is wat ik het eerste keer sien. Voor mij huis, like, basically. Hulle het voor... Hulle het geleen, hulle gekom en gebreek, basically. Ja. Dus like, oké, okay, kom ons, gaan naar huis toe. Ja. Ik het tijd, ik het sweets, ik yes, het alle goede. Kom, tijd. Leer van mij gewoon, leer die mannen mij die moves. Wauw. Toen hulle weer terugkom, toen het ik weer een paar moves en hulle leer mij nog. Kom hulle meer often. Wow. Because ik weet die connection was net sterk, man. Amazing. En op het einde van die dag het ik mijn eerste competitie wat ik gezien heb. Of wat ik zei, de eerste keer dat ik bij b-boying in een club zie, was samen met de Zanian Flames. Hulle Joel, hij die ken hulle niet van mij. Okay. Dus ik like je light in niet Joel, ik steal een favor aan door mijn ma of iets. Dat is ook haar. Ik mette niet toe, dat kan je aan niet. Ja, trek mijn broers jeans en zijn speciaals aan als ik ook ga. Speciaals maar jake, jake zarig na zijn tijd, wat die man een cirkel maakt. Dan speel je DJ. Ik denk dat DJ... Ik weet niet of GQ gespeeld heeft daar niet, maar als DJ Eddie, DJ Fast Eddie. En hulle het zo'n ding gehad, maar als al die DJ's niet, maar die DJ's wat gedaan zijn back in the day, in de buis. Oké. Hulle het moest daar b-boy, toen raak hulle groot mannen. Toen begon het DJ hulle. Nou dan is hulle bij hulle resident club speel, dan is hy een 15 minute session. Sisse. Waar hulle die ding speel, die breit zit zo. Ja, Brass Monkey, yo. Rocksteady, al die old school numbers. Dat hij 15 minuten uit oors gedans, jongen, naar die hel draai. Maar ik was hier die eerste tijd toen ik b-boy de eerste keer kreeg een Club Cheers. Ja. Toen ik het zien, like, voor de eerste keer, hier doen die mannen die ding. Kan ik hier samen gedans, ding, het gekik. Paar die mannen admire. En die mannen wat ik admire, dit laatst later met crewmembers geraakt. Waar was Zanian? Zanian Flames, ja. Yo. Ja. Check the Noven, Oorlieden Marvin. Sure. Rian is ook daar, is ook Oorlieden. Dan is het Marco. Dan is het Volks. Volks, ja. Volks is een van onze eerste. Wauw. En dan zei mij, hoe het gewerkt, hij met jullie dat elke dag getraind, hoe het gewerkt, jullie in die crew geweest? Ja, elke dag getraind. Ze loop je ook graag op een skif. Ja, gedag. Zo, allemaal wat van die boeken, ons weet al klaar. B-boy Shelton, hij die kant, hij blend en something nicer kant. Yeah. Ik was hier in Maro. En dan is het B-boy Speedy. Hij was in Forest Valley. Nou, hij is like, hij was iemand wat zomaar gelopen tot bij mij. En als hij hier komt, weet hij ons iets te likken. En af en af alles was CL, hij gaat roek ons weer. En af en af stap ons oor, nou loop en lach ons tot daar bij die practice.
Die is daar gekomen. Nee, lekker. Nou leer die mannen van jou die skill, jou flow. How do you go from your flare into your windmill? You can use your shoulder or you can... Interessant. And how to go back up into the flare. So jylle is YouTube, jylle moes YouTube en hy goed aangehaak. Nou, ons was mekaar, sy is link, sy amazing. YouTube. En dan het Europe gebeurd, het my gesê, off the record, sy het obviously to Europe toe gegaan, jylle het gaan tour, ja. Daar, amazing, my bro. Wat was daar vir jou, like om daar te gaan? En het sy ooit gedink, jou dans al vir jou daar, nie? Jo, ek het nooit gewiet, ek het net gewiet. Ik ga één dag autograaf zijn, niet die dansen. Tijd ik ga met mij, want ik was op school. Toen zie ik mensen kom doen shows bij onze school. Niet noodwendig dansen, bike tricks, okay. Voetballers en zo. Dan zijn hulle die autograaf en die kunnen ze. Reaction. Dat was voor mij ultimate. Ik heb die gesoek. Zo, ik heb het gekregen. Amazing. Op die maar die kom gepaard met een hele klomp traveling. Wow. Benefits, you know what I mean? En ik heb die 1 cent uit mijn zak gegeven in een travel. En ik heb al 2 paspoorts voorgestampeld. Van travel? Van travel, ja. Zo. Om die plekken te noemen, ik hoor vandaag bij mensen noem waar hulle gewees het. I went to Dubai for 5 years. Yes, yes. So I'm so hip-hop now. You know, oh, but... Ek sê wat jy sê. Wat sal jy sê, wat het die breaking journey of b-boy journey vir jou geleer, man? Like, wat are life lessons kan jy wegvat van die journey? Dat is so baie. Dat is die een wat altijd saam met my sal stiek, is freedom of movement. So as ons kyk in political terms of in, ja, dan sien ons mense is nog nie free nie. En ultimately no freedom of movement, dan is lockdowns en goed. Sure. B-boying het my altyd hy geleer, wanneer ek dans, dan is hy nie lockdown nie. Sure. Daar is niks. Niemand limit of sense my movement die tyd nie. So at that moment people are watching me and accepting this really. Sure. So I'm putting my foot down at that moment saying that vat wat ik ging. Is klaar. Is klaar. Sure. And even in the face of the government, you can dance and show them that they can't limit what you do. Die ayas aan de tijd als die police hulle aftrek, vandag gaan dan kappel of vlees en capoeira. Ja, dan dans hulle 10 aan die police. Sure. Dan sien die police eindelijk die hulle creativity en rethink hulle. Hulle accents. Rere? Hulle losie eiers, hulle die eiers loop, hulle eiers weet wie hulle is. Wow. Was a top D-boy so dag. Amazing. Kijk en sê my nou met die wat sy getravel het, wat sal jy sê het awesome te offer vir die rest van die wereld? As dansers? As dansers? Ek sal sê nie, ons het basically, ons het die future hier by ons. Mense, ook in ander lande is hulle veel voor ons. Maar mense wat veel voor is vulnerable om te fall off voor jou zien. So, ons het nog die opportunity, that's why people have to come to South Africa. It's like, we travel back into time. You know, that's what's happening. So, when they come back into time, they bring their technologies and for us, they look like gods and angels, you see. So, people from Europe, when they come here with their findings and their technology and whatever, we tend to leech on them and forget about our dreams and what we've been building. Sure. Until they leave and then we go revisit our own vision. So for me that what we got to offer is the fact that opportunity that South Africa as a young developing country has. It's in dancing as well. Beautiful. You see, so if we can basically just train more often together. True. It must be together because if you don't train together, you get a one-sided view of this dance. They can tell me what they want. Hy's waar, ne? Ja. Want jy sien nou wat ander ding, wat ander engele was, ander oud dance, man. Ja. Jy wil ook praat van battles met jou. Wat is belangrijk met battles? Die mannen kyk, die young b-boys, young beagles, wat kyk. Wat is belangrijk was, jy moet in a battle gaan as a b-boy en as a beagle? En ek bedoel, jy het al baie battles al gedoen al. Jo, sister, jy moet jou story ken. As jy in a battle gaan. you're going up against, you know, beasts and you know, hard rocks, you know. Ek voel vir myself, since I've learned the vocabulary of dancing from the States, I can see my style as hard rocking. Besides the fact that I'm a creative
creating my own style. Yeah. My battle theory is hard rock. Okay. So hard rock is the gangster on the street. Ah. The knucklehead. Ex-in-yo. So that's my attitude going into a battle. I'm the hard rock, you know, you get the fly guy. So different styles, yeah. You know what I mean? The way people approach the battle. Sommige mensen is cool, sommige mensen is, ik zie wat ze zeggen. Yeah, so a fly guy is good for the shows, to put on the fly guy type of act, you know. Fly sneakers, fly tricks. Is it fresh? Kijk eens even voor mij, hoe blijft zij consistent, man? Ik bedoel, ze is al jaren in die game van je breaking in. Yeah. Hoe blijft zij consistent en motivated in die breaking in specifiek? Ja, sister, recently was ik niet zo consistent in terms van physically, nee? Ja. Maar zij compete nog steeds, ze was bij BC1. I've seen you, en ze is nog steeds zo, ze is nog steeds het gerepresent. Ja. Ik zal zeggen, you know, it's all muscle memory. Sure. And with that being said, jaren ze oefenen. Ja. And me not getting out of that zone in my mind, you know. Even if I'm not in the circle physically with my brothers, yeah, like he used to be, in my mind I'm always a dancer. Sure. So if you can't be a dancer on the floor, be it in your mind for as long as you need to, because sometimes you go through phases of stagnation. Yay. As a stagnant. Yay. And dan moet ze fietsen, moet een ander ding om te doen. So ik heb de studio, ik maak music. Als ik voel, nee, maar die muziek schrijver, ik heb een geblok. Geblok. Als je noodwendig een blokje, maar ik heb niks meer substantie. Ik is empty now. And I already put it down, so cool people gonna hear that. There's like 10 songs and now I'm tired of making songs. Now I'm gonna go create. Amazing. Some dance moves. And then that just releases that blokje. Ik zie wat ze zeggen. Ja, ik ga ze weer terugkomen. Kom ik weer as terug. A balance, my bro. As a balance. Het was eerst a struggle. Ja. But now that I maar ik denk dat die perspectief ook waar. Na ze kijken en ze allow ook jezelf. Want ze is een mens om te feelen. Ze gaan met die feeling. You know what I mean? People, it is a walk with Mel. We're gonna take a quick break. After this, we're talking all things music with the one and only Bliksem Straal in die gebouw. Come on. And we're back, people. It is a walk with Mel in conversation with Charles, aka Nine Ether, aka Bliksemstraal in die gebouw. Kijk, hoe kan een vrouw haar namen met Nine Ether en Bliksemstraal? Hoe zijn namen gekregen? Okay, Nine Ether. Kijk, hip-hop heeft moest nog different elements. Ja. Yeah. Het begint altijd daar. Die vijfde element, na onze MC'ing, b-boying, DJ'ing, graphwriter, is knowledge of self. Yes. So that's where those names come, my titles come in. Nine Ether, if you go and do the research on that word, Nine Ether, then you'll find a lot. It's got a lot to do with your hair, the way your hair grows. It's got a lot to do with fire, the elements human are made out of, different elements, fire, water, earth and air. We are combined elements. That's what we are made out of. That's why the way our hair grows also symbolizes the way the fire burns within you. Sure. You see, so Nine Ether means the fire is burning on the highest degree that it can burn. Wow. Because nine is the highest number. You don't get after nine, you know. After nine is two numbers combined. You know what I mean? Oh, it's interesting. The highest highest number is nine. It's nine, exactly. Nine to the highest power of nine, you know. So wow. And that's why meaning. That's nine why. Nine ether is pittekop. Ze haar groei en het maakt een cirkel en ze maken negen. Kwaai. Hij is brilliant. So for me, that's why I always stick to... ik zal altijd reference geven aan mijn kooi roots. Om terug te komen naar die music toe. Zal je zeggen dat je switch gaat doen naar die music toe om muziek te beginnen maken? Wat is switch voor jou gebeurd? In die early years van de woordschool. Ik was bij Malibu woordschool minister geweest. Toen ik getransferd voor de reis toe. Maar ik was hier bij je lief om in die klas te zitten. Maar het gevoel zoals een lockdown. Ja, zo'n lockdown. Really? Waarom Malibu? Hoe haak is draaien? Ik sukkel om weg te halen. Maar kijk, ik sukkel om haar te komen. Maar ik heb het gemaakt. Ik heb het gemaakt, maar niet dat ik is gesprongen. Ja, toen ik oor haar draad is, toen loop in Creative Rhymes in mijn kop. Wauw.
want ik moet een draai loop, ik ga niet strijden, is toen niet, ik ga mijn maag het vragen. Ja, ze kan niet zo vroeg bij huis komen. Ja, zo so, hij draai wat ik loop, creating rhymes, 2 verses, 1 chorus, man. Manier? From there I knew like, okay, I can write rhymes, I must get somebody to sing. Nou, ik kan niet die goed zingen. Yo. Ik heb die gevoel, ik heb die character in mijn ja. So a lot of artists can relate to that. That when they start off, they don't feel like they can execute this thing. That's true. But they can put it down on paper. Sure. You know what I mean? But me being a small kid in grade 1, having a rusty voice already that time, people used to ask me, the teachers, why is your voice like that? Dit klaar gebrek al. Ja. And I knew, okay, ze heeft een voice. Maar ze heeft een voice en nou ze die schrijver in, maar ze heeft niet de artist. No. Joe, want zij is eindelijk heel die artist. Maar daar is wat ze discover. Zeg voor mij, was het meestal hip-hop? Want ze is obviously in reggae en ze is obviously in die dance. Heeft ze begonnen met hip-hop music? Of waar hoort jouw journey? Ik begon met hip-hop music, ja. Ja, Tupac. Tupac was mijn favorite Hij is een van mijn favorites ook. Nou, ik ben Tupac geworden en ik hoor. Toen kom ik moest in hip-hop is daar. Kijk, Tupac was mijn favorite radio. Artist, laat ik zo zeggen. Okay. Ik kan het nou zeggen. Okay. Ik heb nog nooit zo gezien. Ik zeg het nou wel, ik realize. Okay. When I put on the radio and I hear a Tupac track, that's what I wanted to hear. If you have Tupac at home and I can borrow it and dub it for me, give it back, that was me. Sure. Tupac, because of his storytelling abilities, you know. It's ook bij intellectual, no? Yeah. But then I had my local fathers and my local influences that taught me, like, bruh, this is, that's that on the TV, right? On the screen, cool, but this is reality. This is what we're facing. We're facing this, and like knowledge of self is the only true wealth that we have in hip hop. Sure. So I was like, okay, but how do we convert knowledge of self into bread? You know what I mean? I was like, no, go do some more research. Then I did more research. I came across KRS-One. Ultimately, you know, another. Dat is een mijlpaal geweest. Ja, dat is levels, bro. So, KRS-One, and then everybody in the in the black rap movement. Yeah. You know, the black conscious rap movement. That's what I actually loved about hip hop and tapped into and just stayed there. Wow. Until today, I go see what the guys are doing, like Talib Kweli, anything new on YouTube. Most deaf, and you know, they just spread the message all over, and the message is that we are all from one source, we are all Islam scientists, you know? We are all, even if you're not Muslim, Islam is a way of life, you know. Islam is not it's something you need to fly your mothership, you know, and if you don't have it, you can't operate your mothership. You know what I mean? Example is a key for a car. That's a new key. Yeah, so even a Christian needs Islam. You know what I mean? But even Islam priest knows Jesus Christ. You see? So it goes both ways. Thank you. Yeah, it's the only way that you can. And the same that goes for people. I'm putting it out there, people having problems with themselves or with other people. It's just to accept who they are and what they are here to do, and let them do it. At us. For now, give them your space to let them do it, you know. Because they're taking the moment. It's not your moment right now. It's the evil's moment, so let it happen. Sure. You understand? So we have so in music wise sien ek Jay het soos net al gesê het oor die 200 singles uit, maar sê Jay is eintlik 400 al. Dit kan verby daai. My broer, waar kry jy die inspiration? Wat inspire jou music? En sal jy sê jy het 'n sekere genre wat jy spesifiek doen? Ek sit die hele dag hier by my huis. En ek maak my ma se tuin vet plantjies en alles lekkertjies. Ek kyk na die honde. Ek kyk na my pa, 83 years old vader. Ek sê nie die goed omdat ek 'n tip op die soulde soek, dit is my daily operation. Ek verstaan, Ek het veel lighties waarvoor ek sorg. So jou inspiration kom van jou daily goed? Daily life, sister. Ek kan sê my daily life. So even like, let's talk about the song Body. Yeah. Body
dat sê, sy sê, is die saying is her body. Oh, Cape Town, Cape Town knows that saying. Ek weet, ja, as die ekkie is my body, ja. I move, okay. Cape Town knows it, people have made songs about it, congratulations on everybody who made a song about that topic, because that is, let me give you a hint, that's a spice for hits. So if you can take topics like that and turn it into hits, then you will definitely reach somewhere. But body's getting old now, no? So think further. Yeah, okay. Body is came after research, after I had to go to the dance halls, you know, to the reggae clubs, to the dubs. Yeah. And go see what the people listen to there, so I can make it, you know what I mean? So I went. I checked it out, it was nice, but then, you know, you get involved in week after week, you know, you go there, you just observe, you have friends, obviously, you guys chill, it gets late, you know, freaks come out, yeah. Things happen, so now you see, it's like, I mean, like, people are really losing it sometimes at clubs and stuff, because they go out, it seems like they know they're gonna... I'm gonna do A, B, and C. Yeah. So when it comes to A and you standing in my way, it's a fight. B, I see. So that I noticed that the females are a big cause of a lot of fights in the dance halls. Wow. So and they you know my maatme gesê man se kry straat met. En dan kreeg ik het een song van hij ook straks met. Ja. En dan kreeg ze moest nou een dame. Mm. Nou, hoe kent ze een straat met van een dame? Hey, waar zijn maas op? Wees mij waar ze lang gaat alleen nou. Daar zit daar, easy money. Easy. En is daar waar we je song gaan? Die song gaan actually, ja, basically, was zo'n type scenario. Oh. Waar die girl wil doen wat zij wil doen. Because ze is. Sure. Obviously under influence. Wil sy doen wat sy wil doen. In haar mind is haar, I know my limits. You know, but now it's like a book. So must consider before you even step on that dangerous thing. Yeah, true. So you don't consider that. And you got all these lekker goedjes to say. Yeah. Ik is my body. Oh, it's a nice excuse. Yeah, they use it as an excuse actually just to whine on another man or just be free and do what they want to do at, you know, this is what I experience. So jou type musiek, jy dink jy gaan baie dieper in jou topic. Sê vir my, dan obviously jou stage presence is intense, het 'n amazing stage presence op stage, en ek bedoel, ek het gelees op Raggie wat sê sy is die king van dancehall music, my bro. En ons het net gepraat dat sy het nog nooit, sy het reg radio play en TV play gekry nie. Like, hoe bly sy motivated, whether sy hy het of hy het nie? Mel, wat ek jou kan sê, ne? Die music wat ons maak, kom ons, ons kyk het gauw in van a industry point of view. Okay. You come the new artist. This is just certain things that me as an artist need to do to get my feet on a foundation in the industry. Yeah. So, like for instance, if you are not registered with Samro, what bodies are you registered to? Sure. So, if you are not registered to anybody, bodies. Of musical organizations, who's monitoring your music? Sure. Who are you working with now? You know what I mean? That means you must not stepping up. True. You're still waiting to step up. Sure. So now you're waiting and you have all these hits. But you're waiting because now there's a leak somewhere. The leak is WhatsApp and Bluetooth. Yeah. You know, that's what you send your friends, like, my bro, woman, never take. Yeah, excited. Send it. That's a good thing because we created a network of people supporting only our music. Sure. They look for Bliksemstraal on the internet every day. But they don't look for Early B. They don't look for Jack Perro. They don't look for Youngster. They look for Bliksemstraal. And if they can't, they look for Chad Supreme. Sure. Aya Tunes. Sure. Chalion.
Charlie, wij blauw pakkie man. Sure. Maar denk je dat het is omdat jullie niet bij op de radio gezet worden? Nou, of zoek je mensen? Ik denk dat het omdat ons underground is. Ah. And we like, you know, the Illuminati is a secret society. And musicians. Yeah. You know, so the same with Rastafari. We are the opposition of the Illuminati. So we are a secret society of musicians. So we are not playing the game to the books. We must obviously hide ourselves in a certain way. Sure. But when you come to our parties, you'll see packed with thousands of people. Ah. The festivals, you know, supporting us, putting money in our pockets. We maar ze survive nog steeds. En ze zijn independent artists zonder dat ze gesigned is, maar ze survive nog steeds. Exactly. Wat wil ze met mensen wegvatten van jouw performances en jouw music? Als zij performance en jouw music luisteren, wat moet ze wegvatten van jou? Ik zal zeggen, the message is in the music. Sure. So when the year, als ze die boodschap hoor, dan automatisch zal voor mij, my message is as clear. Is this straight up. And a wit boot. That's so clear. You can't miss it. It's like, okay, wow, hier praat hy van minder wyn. So that means, I get you. It's about... As you know, deep, as ja, die chorus sê ons maar klaar. Minder wyn is die naam van die song. So the chorus tells you he's gonna rap about drinking less wine or... Yeah, I hear you. Leaving wine or getting off alcohol or something like yes. that. Alcohol abuse. Yes. You know what I mean? And exactly, it's just that. Sure. And but the way that I do it will get your feet moving, you know. Ah, isn't it a fun way? Yeah, and there's a rhythm. Mm. There's a beat. We call beats rhythms. Rhythm. Yeah. Rhythms. It's rhythm and a D in the middle. Rhythm. Rhythm, yeah. Rhythm. Rhythm, yeah. Yeah. There's three D's in the middle. Rhythm. It's the rhythm. Mm-hmm. So what the artist was supposed to do is to complement the rhythm. Sure. Because he hears it for the first time. He didn't hear him, you know, so he hears the rhythm, so he needs to compliment the rhythm. Ik worry. And if he does that successfully, whatever he says on that, if you listen to the beat, and the beat goes, and it goes, you get yourself on that rhythm in a rhythmic pattern, and then add the words as you go along. Sure. At the end of it, you maybe Sababa. You know? So you put the rhyme and then it's easy to fill that. And they train some net so up. Daar is ook maar een kwaai advice voor die mannen wat kijk voor die youngsters wat kijk. Exactly. As hy advice wil gee, daar is ook maar een kwaai advice wat ze wil een musician raak. Social media, waar kan die mensen jou find? Waar kan hulle jou music kry? Bliksemstraal music. Bliksemstraal muziek op Facebook. Mm-hmm. Bliksemstraal op Facebook. Mm-hmm. Dan is al Instagram. Mm-hmm. Charles Bliksemstraal. Twitter, alle goeikies man, maar ons is meer active op Instagram en Instagram Facebook. Instagram en Facebook. Nou, kom ons een nieuwe goeikies binnenkort ek, maar dan kan jou pages follow om net uit te checken. Ja, om alle goeikies te kry. Amazing daar, man, dank je voor jou tijd, dank je voor jou deel. Je het redelijk intellectueel goed die vandag met ons geleden. Het gedeel en ons wens jou alles van die beste toe, man. Baie dankie. Yay, yay, there we go, people, it is a walk with Mel. Thank you so much for tuning in. Come on. Give thanks. As ja, redem.